rekening naar zijn rekening. Ja? Ja. Maar van haar gaat het voor twee verschillende bedragen, maar dat doen ze daar in één bedrag op zijn rekening. Want het is van dezelfde persoon wat er vandaan komt. En de 22e is die ook weer afgehaald? De 22e heeft hij er 130 miljoen 100.000 afgehaald. Dus hij heeft er zelf 22 miljoen overgehaald. 22 miljoen. Ja? Nou, als jij ziet wat die jongen op zijn rekening had, normaal, 38.000, 3.000, 48, 84.000. Die jongen had nog nooit 150 miljoen op zijn rekening. Weet je eens wat het is? Dus? Ja, nee, maar dat is duidelijk. Snap je? Ja. En die doet niet ook aan de rekening van men. Die men had nooit geld op rekening. Hele kleine bedragjes. En ineens staat er bijna 700 miljoen op de rekening. Dat is 26 januari. Komt er in een... 26 januari 2000. Ja, komt er een bedrag van... 2007. Komt er een bedrag van... 679 miljoen... 450.000 wordt er op mijn rekening bijgeschreven. Nou, dat laat ik zo eerlijk zeggen, dat weet ik niet, want ik weet niet hoe ze het gewisseld hebben. De zwarte koers. Nee, maar ongeveer. Maar de officiële, mami, reken dit is wat met de officiële. Ja, dat was gisteren was het voor de vermist hadden ze 1,8 miljoen. En dat berekenen we 600 euro. 1,8 miljoen? Ja. Rekeningsatie is 6 miljoen euro. 1,8 miljoen? Nee, 600 euro. Is 600 euro, 1,8 miljoen. Is 600 euro, die wil ik weten hoe ze het berekend hebben. Maar hoeveel is dit? 679 miljoen? Of? Ja, 679 miljoen 450.000. Kijk maar. Per mercado nero, mercado nee, man. Nee. Ik wil weten welke wisselkoers vermist heb aangehouden. Als ze dit wisselen. Dat moet je als je dat deelt. Met, ja, maar met... Ja, dan hadden ze over 1,8 miljoen. Ja. Dan gaven ze 600 euro. 3. Dan is het dus met elkaar een euro wisselen. Nee. Nee, de officiële. Het officiële. Nee, de officiële is toch... Ja, officieel is 2,8 toch? Nee, ja, in die tijd ja, misschien wel, maar nu niet. Het gaat er om een jonge paar komen, maar hoeveel zou dit dan in euro's zijn? Dus nou, zouden we moeten uitrekenen. 679 miljoen 450.000. Jawel. En dit moet je de officiële koers nemen, hè, nu. Want het is een bankkoers. Ja, dan kom je 225.000. Nee, 225.000. Kan dat? De officiële koers? Dime, otra vez, Anton. 679 millones. Ze hebben gewoon 680 miljoen. 680. Nou, dan kom je op dat 225. Top. Dat is gewoon een deel van 3 dan. 3 en 3. Eén keer, want hebben ze toen 2,6, ik weet niet of het 2,8 gewoon is. Ja, maar 4 cent is een heel verschil. Maar goed, het gaat om. Entre quanto? 680 euro. Nou, vind ik het niet belangrijk. Nee. Ja, nee, maar goed, dat is dan steeds dat bedrag van die paar tonnen. Hoeveel dat nou net is. En die koers. Nou, laten we er gewoon vanuit gaan dat Wendy het geld op haar rekening heeft gesloten. En niet op haar rekening. Ja, daar gaat het om. Of het nou 220 of 225.000 is, dan weet ik eerlijk gezegd pas steeds. Het gaat gewoon om dat hele bedrag. Want dat is ook steeds dat bedrag van die 250.000 waar zij het dan op hebben. Ja. Ja, dat zal inderdaad, dat, als die op papier staat, is dat 225 of 230, ja. Maar dat is het eigenlijk. Ja. En dan 250. Ja. Dus ik, dat gaat de schoon aan werken. Maar het gaat even om dat grote geheel. Dus dit is gewoon dat bedrag van Walstra. Ja. Maar zijn er nog meer bedragen van Walstra? Nou, wat, dat vermoed ik wel, alleen ik heb nooit het hele dossier gekregen. Nee, maar dat maakt ook niet uit. Want hij heeft weer gestort gedaan.
Ja, alleen dat is niet... Dat is via Miami gegaan. Ja, maar dat is niet in... Dus hebben wij niet op... Die staat niet in de server. Denk ik. Nou, dat is toch die... wat jij mij liet zien, wat Arthur bij jou mij aankwam, is van dat er een bedrag van 150.000 of zo nog gestort zou zijn. Welke datum was dat dan? Dat weet ik niet meer. Ja, dat lijstje. Ja, dat wil ik wel eens weten wanneer die storting was. Moet ik even kijken. Ja, maar dat heb ik niet al in elkaar gedraaid, dus dat is toch gewoon een aantekening. Ja, ik wil even kijken. Nou nee, want die ene is een officieel papier. Dat is een officieel papiertje waarin er opdracht wordt gegeven om een spoedstorting te doen van 150.000 euro via Banco de Holp in Miami. Bank American toch? Nee, Bank Chagova, een soort Poolse naam of zo, of heel raar. Even mijn e-mail van Yahoo erbij roepen. Weet je? Van Yahoo, en Tiro. Pero no deja asarse. Ja, en eventjes Yahoo e-mail, want daar staat ze in. Par aquí. Want als we die datum weten, dan weten we of dat de eerste storting was of de tweede storting. Pero in de e-mails die je hebt van Sipke gekregen, dan is dan toch een paar gesprekken over een storting ook. Ja. Zafiro. Ja. Dat is die, hoe heet het inderdaad? Dat is die... Dat bedrijf dat op de beurs handelen van Venezuela. Want Arthur beweert op een gegeven ogenblik dat. Dat wat hun doen, dat officieel via een bedrijf gaat. Hier heb ik ze. Dat is een datum bij staat. Hier staat een. Wat show je? Deze. Hier al. Wat gaat om de. Ja, Banco Wachovia. West Doral Finance. Dat is deze. Dan geeft hij namelijk. Er moet een creditstorting gedaan worden van 150.000 euro. Via het bedrijf van Wallstra, en dan wordt het via de bank Wachovia, Westdoro Financial Center, Heb ik deze ook ontmoet? Die heb jij naar mij gestuurd. Oh, dat is dat wat Arthur jou hebt gedaan. Oh, okay. Weet je? En Zafiro Valores, dat is een bedrijf wat in Caracas geregistreerd staat als een bedrijf wat op de bank, op de beurs, investeren, speculeren.